ik kon niet nalaten te genieten van jouw mediumschap. Raymond is een hele bijzondere jongen, hè, want ten eerste, hij lacht altijd. En ik moet mijn best doen natuurlijk om een vriendelijk gezicht te trekken, maar hij heeft dat van nature en het is er altijd. Is dat niet geweldig als je altijd vrolijk bent van nature? En dat draagt hij ook uit in zijn mediumschap. En is het niet belangrijk om gewoon vrolijkheid, vriendelijkheid te brengen omdat je zo bent? Want je wilt natuurlijk wat lichtheid brengen bij de mensen. Dat klopt. Ik zei ten eerste, moet ik ook ten tweede zeggen. Hè? Het is een heel bijzonder medium. Want het is de enige in zijn soort die achter elkaar misschien wel 40 plaatjes geeft. Dus 40 beelden. Want daarin is hij verschrikkelijk goed. Hij kijkt je aan en hij zegt, ik zie dit, ik zie dit, ik zie dit, ik zie dit. En het wonderlijke is, als hij er 40 geeft, zijn er zeker 35 gewoon spot-on, heel specifiek. Alleen hij geeft ze, geeft ze, geeft ze. En wij zeggen, Raymond, als je een plaatje krijgt, werk het uit. Werk het uit, want er zitten heel verhalen achter. Er zitten wel 3 verhalen achter. En, ja. En toch, de manier waarop Raymond werkt, dat hij heel veel eigenlijk beelden geeft, heel veel herinneringen, is ook, ja, het is verbluffend knap. Ik begon over afgelopen week, omdat je wist het niet en misschien weet je het nog niet, maar het was absoluut geen makkelijke cliënte. Want ze is heel keen, heel rationeel. En eigenlijk, je zag dat er behoorlijke problemen zijn met haar, maar daar wil ze niks van weten, dat bestaat niet. En het gaat er maar eens aan staan, dus ze ging zitten en daar kwam hij werd op een gegeven moment gebroken. Met een vriendelijke glimlach en hij keek eraan en hij zegt, ik zie dit bij je, dit bij je, dit bij je, dit bij je en dit bij je. Gewoon in één zin, hè. 5 verschillende zaken gaf hij in één zin. En ik zag die mevrouw en in één keer dacht ze, wat gebeurt hier, want het klopte gewoon. En dan trekt hij die hele vriendelijke glimlach, kijkt hij zo even aan. En ik zag dat, boem, ze dacht, wat gebeurt hier? Dus de manier waarop je werkt is ook een, want dat was psychic, hè, dus dat ging over die persoon echt, niet zozeer over de spirituele wereld. Het is natuurlijk een geweldig talent om dit ook te kunnen. En wat ben je gegroeid in dit opzicht het laatste jaar? Want je ziet nu dat je mensen kunt raken, dat je geleerd hebt om uit je hoofd te doen. En dat de plaatjes die je krijgt. Hij heeft gezegd, hè? Dat Oké. Leg zo uit. Dat die gewoon kloppen. Dus, Raymond, heel leuk je gehad te hebben. Prachtig je ontwikkeling gezien te hebben als medium. En ja, ga zeker aan het werk. Ik weet het dat je liefste wens is. Die geldt naar Engeland. Leuk, leuk. Maar geweldig om je ook op het examen te hebben zien werken. En je bent echt op het niveau gekomen wat we willen. En heel, heel knap. Maar ik heb ook wat voor jullie. Zo. Deze heb ik voor jou gekocht, José. Met een kaart? Ja, deze is voor jou. Dankjewel. Deze is voor jou, Karin. Kunnen jullie samen drinken? En wat ik gekocht heb is een symbool. Oh. Elke dag feest. Staat ook in de brief. Oké, okay. Mag ik wel kijken? Ja, mag ik kijken. Oh, wat schattig. De ketting. Het glinstert, jongens. Ja. Verbinding. Prachtig. Twee ringen. Verbinding. Eentje. Ja.
en eentje met glitters. Diamant. Mooi lied. Dat is ook. Prachtig, wat lief. Dankjewel. Nou, die verbinding heb je wel gemaakt met iedereen in de groep. Hè, dat is niet zo moeilijk voor jou. En ook met Karel en mij heb je heel mooi verbonden. Het is je geeft het nu aan mij, maar het staat wel symbool voor wat je de laatste jaren gedaan hebt hier. Dus ik zal het met heel veel kracht en liefde zal ik het. We zitten op een brief bij, maar dan moet je hem maar rustig samen lezen. Dat is voor jullie persoonlijk. Oh, okay. Maar je verder nog iets zeggen? Wat je nou, ik wil jullie sowieso bedanken voor alles. Het komt een hele leuke groep ook. Veel geleerd met elkaar. Gelachen, leuke dingen gedaan. Ook bij de Academieweek, Dutsweek. En ja, de 3 jaar is heel snel voorbij gegaan. En natuurlijk ga ik me steeds verder ontplooien, ontwikkelen. En jullie zijn nog steeds niet van me af, hoor. En natuurlijk ga ik ook wil ik naar Engeland, naar het Artisimply College. Ja. Dat is heel cool. Bij Paul, onder andere, bij Chris. Ja, daar hadden wij het al een beetje over. Ja. Dus, in ieder geval, jullie allemaal bedankt voor alles. Succes. Dankjewel.